Ik ben Wim te Slippen, een gigantische Ford-fan. Vooral counties op de achtergrond hier vrij zichtbaar. Ik heb daar vroeger lang mee gewerkt, vandaar mijn liefde. Sterkere trekkers als die bestaan er eigenlijk bijna niet. Zoals je ziet hier in Meadow hebben wij nu een Ford Werkdag Nederland. Wij hebben dat 3 jaar geleden in Brabant gedaan bij Anthony van Kampen. En 2 jaar geleden had ik hem op stapel staan en toen kwam de corona eroverheen en dan moest ik 2 dagen van tevoren alle deelnemers afzeggen. De eerste mensen vanuit Groningen waren al op weg hier naartoe. Die hebben zich onderweg om moeten draaien. Het is niet anders, maar het verlangen in die 2 jaar is gebleven. En nu, op deze dag, het mag doorgaan. Het weer werkt mee, de lucht is blauw, de trekkers is blauw. Wat wil je nog meer? We hebben hier grote verscheidenheid aan pure Ford-trekkers. De echte Ford, moet ik even nadenken, is in 85, 86 is de laatste trekker met de naam Ford uit de fabriek gerold. Toen is Nieuw-Holland in het spel gekomen. Nieuw-Holland is ook blauw. Afscheid nemen van iets ouds geeft wel ruimte voor iets nieuws. Maar wij zijn allemaal in de leeftijd van wij spelen graag met het oude. En om het maar eens in iets Nederlands te vertellen. Mannen blijven kinderen. Vroeger speelden we in een kleine zandbak met kleine trekkertjes. En nu spelen we met grote trekkertjes en mijn zandbak is 5 hectare. Mijn liefde voor de blauwe trekkers en met name de counties is eigenlijk ontstaan in de 80e jaren. Toen werkte ik hier in de buurt bij een loonbedrijf en daar deden wij heel veel drainage aanleg. Dat gebeurt met zulke sterke machines. Daar ben ik helemaal door gegrepen. Heb ik 7 jaar lang gedaan. Die machine van nu die komt ook uit 1960 geloof ik en die draait nu nog steeds. Ook zo enkel wordt hij nog ingezet voor klantenwerk. Het blijft gewoon mooi. De buis waar het water doorheen moet, die wordt met die machine in de grond gewerkt. Die andere die ernaast rijdt, die doet grind in de machine. En dat grind komt op de buis te liggen in de grond. En dat is het filter tussen het water en het zand. Dat grind houdt het zand weg bij de buis, zodat het grondwater goed bij die buis kan. En dat de boer later sneller met zijn grote machines op het land kan. Het is gewoon een dagje spelen, een dagje hobbyen, een dagje lekker bezig zijn met elkaar, praten over trekkers. Vanavond gaan we de hele dag gezellig evalueren met een hapje, een drankje en een muziekje. En hoe lang dat die avond gaat duren, ik weet het nog niet, maar het kon wel eens tot in de kleine uurtjes duren. Er zijn veel mensen die ver afkomen uit Limburg, Brabant, Friesland, Groningen, die blijven hier allemaal slapen en die gaan morgen vroeg met hun spullen weer terug. Ik waardeer het ten zeerste hoe die mensen met die grote trucks deze kant op komen, want laten we de brandstofprijzen van nu niet uit het oog verliezen, maar een hobby mag geld kosten, maar het is fantastisch.